Veteranen, welkom bij een nieuwe video. Het is een aparte video, want we gaan het voornamelijk alleen doen. Het is vandaag dinsdagochtend en het is bijna kerst en we zijn heel erg druk. Ook de veteranen zijn heel erg druk. Wijnand moet vandaag en morgen E-divisie en die is vandaag en morgen de hele dag weg. Ik ben morgen ook weer de hele dag weg. Donderdag is het kerstavond, dus mijn vader jarig. Ja, het zijn drukke dagen. Vandaar dat ik deze video vandaag in mijn eentje ga doen. Maar we gaan wel straks met Koen bellen, als het goed is. Ik heb net al even geprobeerd te bellen, maar hij nam niet op. Die jongen is altijd zo druk. Dus ja, ik moet maar een keer geluk hebben dat ik hem ooit te pakken krijg op zo'n moment. Maar we hebben voor vandaag echt zieke pakketjes klaar zijn, jongens. Ik heb die 8 Icon tokens behaald. Ik heb er zelf werk aan geleverd, maar ik moet ook even credits doen naar Bram Weijand, onze SBC-koning, onze, ja, hoe moet je het noemen? De man die ook dingetjes regelt op de achtergrond. En we hebben nog een andere jongen. We hebben dus iets van 150, 160 mails gehad op het verzoek van ons of iemand ons kon helpen. Toen heb ik één uitgekozen. Hij heet Nick Geurts, dankjewel. Ook heel erg veel moeite gisteren gedaan. Heeft er gisteren heel wat doorheen gebeukt. Dus echt top dat jullie dat voor ons hebben gedaan. Maar voor vandaag, jongens, gaan we hele vette pakketjes openen. We gaan straks, jullie zien het nu in beeld, de Ultimate pakket openen. Dat is een untradable Ultimate pakket. Die had ik blijkbaar vanuit de doelstellingen nog klaarstaan. We hebben de 5 zeldzame spelerspakket 85 plus. Jullie hebben het gezien op mijn kanaal misschien al. Deze video, we gaan het precies op dezelfde manier doen. We klikken aan, we skippen door. En dan gaan we uiteindelijk met L2 switchen van de slechtste naar de beste persoon. En dat doen we ook bij deze 25 zeldzame spelerspakket 83 plus minimaal. In mijn ogen is dit het beste pakket dat je nu kan doen, dus voor die icon swaps. Ik heb dus ook ongeveer, doordat ik deze twee pakketten deed, deze twee, heb ik daarna ongeveer voor 100k aan munten, kon ik ook gewoon gelijk weer de icon base SBC doen. Dat is ook dus heel erg chill. Als je deze twee pakketten kiest, kan je daarna bijna, ja, voor een klein bedrag kan je die base icon SBC doen. Dus mocht je dan een slechte speler hebben, dan voelt het minder pijnlijk, laat ik het zo zeggen. Dus mijn tip, doe echt deze twee. Dan heb je bijna een gratis icon SBC erbij. Oké, jongens, voordat deze video verder gaat, heel erg belangrijk. Minimaal 2000 likes. En vergeet zeker niet te abonneren op de veteranen. We zitten bijna op 43.000 abonnees. Maar we willen heel graag die 50.000 abonnees. Kijk, en hij belt nu, jongens. Hij belt nu. Vette. Ja, vette. Je gelooft niet wie wij hebben gepakt. Wat dan? Nee, een grapje. Nee. Oh, nee, ik zit net echt de video op te nemen. Ja, het wordt wel mooi. Ik heb net al wat leuke dingen gepakt. Okay. Ik ben echt nu bezig met opnemen, maar ik heb 3 pakketjes klaarstaan. Ik dacht, het is leuk als ik jou straks even screenshots stuur van elk pakket. En dat jij dan, ik dan weer even met jou bel, ja? Ja, is goed. Oké, dan bel ik jou even over een kwartiertje weer terug, ja? Ja, is goed, Frank. Oké, jongen. Jij bent goed bezig. Precies, kijk. Dat vinden zij ook, jongen. Is goed, jongen. We bellen je zo, ja? Ja. Oké, bye bye, ciao ciao, doei doei. Yo. Oké, jongens, kijk, dat was die Weiland. Hij nam toch nog even tijd om mij te bellen. Oké, nou, we gaan het gewoon doen. Die Ultimate pakket. Oh nee, kut. Vergeet even dus niet ons naar 50.000 abonnees te helpen. Dat is heel erg belangrijk. Maar wat ook heel erg ziek is, jongens. Ik ga het even laten zien. Komt-ie. Ik had dus 20 doelstellingen net nog open. Je kent dat wel. Je krijgt continu van die melding van je hebt deze doelstelling behaald. Je hebt deze doelstelling behaald. Je kent dat wel. Dat is gewoon heel irritant. Continu melden. Nou, je ziet het nu in beeld. Ik heb gewoon 9 pakketten had ik net in beeld. Ik dacht van ja, weet je. Dat zijn zulke slechte pakketten. Of nou, niet zulke slechte. Maar ik klik het gewoon vast door. Ik hoef het niet per se te zien. Weet je, van... dat is niet iets waard. Nou, oké, we packen de Gea. Untradable. Weet je, het is allemaal untradable. Ik discard hem bijna. Maar ja, toen had ik dit pakket. Zeldzaam goud pakket. Ja, normaal ook niet heel erg boeiend. Dus ik klik zo. En ik denk van, nou, net was het een walkout. Nu weer een walkout. Dat meen je niet. Blauw flares. Frans, oké. CVM. En toen wist ik het al. Gewoon, we packen fucking untradable Kanté. En dan ook nog een blauwe kaartje, wat best wel vet is. Maar, hoe ziek. Gewoon Kanté even uit dat pakket. Echt net voordat ik alle doelstellingen ging wegklikken. Ja, heel ziek. Dus deze video, in mijn ogen, is al compleet. We hebben Kanté untradable in ons team. En ja, het moet nog beginnen deze video, de pakketjes. Dus dat is gewoon heel erg ziek. Kanté net untradable gepakt uit die doelstellingen pakketjes. En het vet is, ik heb hem dus van de week ook mijn eigen account gewoon gepakt. Dus 2 keer Kanté untradable. Beide accounts, mijn account en van de veteranen. Dat is gewoon, vind ik vet. Dan moet hij niet hier straks nog untradable in een van deze 3 komen. Dan word ik gek. Oh, dat zou zo zuur zijn. Maar goed, we gaan eerst even het Ultimate pakket openen, dames en heren. Het eerste pakketje. Die andere 2 gaan we dus doen op de manier dat je dus klikt. 1 voor 1 doorgaat. Maar hier moet minimaal... Nee, joh. Wat? Zit hier niet zo'n borderspel in? Hè? Nee, joh.
Wat is dit dan? Zit hier dan iets goeds nog achter? Kan dat? Wauw. Nee joh, dit is het slechtste ultimate pakketje dat ik in mijn hele leven heb gezien. Of er moet een goede dubbele in zitten. Wauw, dit is toch niet normaal? Sissoko, we hebben wel Sissoko. Ah, dit is schandalig. Wauw. Nou, hier zal Weiland ook niet tevreden over zijn. Kijk, deze kunnen we discarden. Ziek zeg, dan pak je een tradable ultimate pakket. Maar nou, hier betaal je 25 euro voor. Voor dit pakket. 25 euro. En dan is de beste... Ja, ik weet niet wat ik er moet van zeggen. Oké, deze pack gaan we als eerste doen, jongens. Die 5 zeldzame spelerspakket 50+. Dit is geen goed teken misschien. Dat we net zo'n dramatisch pack hebben. Of juist wel. Ze dachten, oké, we hebben net Kanté aan die jongen gegeven. Dan moeten we het anders doen. Oké, dus we gaan klikken. Ik ga proberen niet te kijken, want hier ben ik ook altijd zo'n eikel in. Oké, we gaan klikken. We gaan klikken. Ik wil niet weten hoe en wat. Dan gaan we op deze klikken en dan L2. Oké. Als het goed is, jongens, als ik mijn hoofd omhoog doe, zien we de slechtste speler uit de pack. Ik ga kijken. Oké, Werner. Werner, een speler, dat is... Ja, begin van FIFA zou je hier heel erg lijp van worden. Maar oké, hij is een 85 rated. Ik denk niet dat het een speler is die veel gaat gebruiken. Maar het is wel een ideale super sub. Hij kost ook nog maar 48k. Oké, dit is gewoon een leuke speler om in het team erbij te hebben. En misschien flik hem uiteindelijk toch wel nog een keer in. Ja, base hike in de SBC. Dat is een grote kans. Oké, jongens, dit is dus de minste van de 5. Want we gaan door. Oké, kom op. We klikken door. Wie zal het zijn? Kijk, dit is wel leuk. Een mooi Chelsea duo. Lekker groen linkje. Ziyech en Werder. Maar we willen wel naar die 6, 87 spelers. Kom op. Je moet niet nog een 85 erachter zitten. Kom op. Het is de Gea. Oké, die hebben dus nu 2 keer untradable. Dat is wel kut. Zoals je zag in dat filmpje met Kanté. Net daarvoor pakken we de Gea. Oké. Wel 86, dus hier moet gewoon een topper achter zitten. Kom op. Oké, nou, dit is chill SBC materiaal. De laatste, jongens. Kom op. Gaan we het doen. Een 88 rate of hoger. Kom op. Vette honden, jongen. Oké. Nou, dit zijn inderdaad de spelers. Ja, je bent niet echt tevreden over. Het is allemaal, ja, eigenlijk allemaal SBC materiaal. En het kutte is nog, de Gea heb ik niet dubbel gegeven. En dan komt dat omdat het een andere kaart is. Omdat dit die... Is dat zo omdat ik dit die Champions League kaart is en die andere dan normale? Zegt hij niet dat het een dubbele speler is of zo? Ik heb geen idee. Oké. We gaan het laatste pakketje openen, jongens. Hier draait de hele video om. Vergeet niet, 2000 likes. Abonneer op de Veteranen. We willen naar die 50.000 subs. Ik ga klikken. Het wordt spannend. Ik moet het niet vernaaien. Kom op. Ik heb nog niks gezien. En... Oké, we gaan kijken. Oh, kut. Ik dacht weer... Oh, dat had ik ook bij mijn eigen. Dat dan de 84 de laatste zou zijn. Maar goed. Caligon, untradable. Die hebben we al untradable. Dus dat is jammer. Maar goed, we gaan door, jongens. Kom op. Hier zitten fucking veel spelers in. 25. Dit is dus nummer 25. Dan gaan we naar 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18, 17, hoger jongens, 16, kijk, 15, 14, 13, 12, kom op, we gaan naar nummer 11, kom op naar die walkouts, naar nummer 10, oké, we zitten nu op 10, nog 10 spelers te gaan, of nog 9 spelers te gaan, ik weet het niet, maar oké, we gaan richting de walkouts, nummer 9, 8, kut, ik voel dat er niks goeds in gaat zitten, 7, kom op, de walkout, oké, dat is best wel chill, op nummer 7 zitten we al op de walkout, kom op, er moet iets goeds in zitten, nummer 6, 5, 4, nu al in vorm, dat betekent dus, als bij nummer 4 nu al in vorm zit, komen dan hier hele lijpe spelers achter, of weer een in vorm, nummer 3, ja, kut, die Olmo, nee, er komen geen goede denk ik meer, nummer 2, ja, oké, dit wordt hem niet. Want het is alleen nog maar team of the week waarschijnlijk. En nummer 1. Oh, deze is wel ziek, toch? Road to the final Insigne. Oké. Kut zo, we hebben zoveel competities door elkaar. Insigne, hoe duur is die? Ah, 180k. Oké, dat is niet een hele bijzondere. Ik dacht dat hij wel... Ah, het is een lijp kaartje. Maar dit is dus waarschijnlijk de beste. Of komt hier nog iets achter? Nee, oké. Ja, jammer dit, dat dit maar tot 87 ging. Ook 3, ja, niet bruik. Ja, op zich voor de SBC's is dit wel chill. Dit is gewoon SBC materiaal. Ja, lastig. Moeten we hier heel erg tevreden over zijn? Ik denk als je dit pakketje zo ziet, niet.
Tenminste, dat is mijn mening. Over het algemeen, ja, kunnen we wel nu tevreden zijn. Doordat we, die Kanté, voordat ik hier begon aan deze pakketjes, heeft het gewoon gered. Dat kunnen we gewoon wel zeggen. Maar goed jongens, dit is dus ons team waar we afgelopen weekend mee hebben gespeeld. We hebben best veel hoge untradable spaces. Eigenlijk vind ik dat wij, ja, we moeten sowieso die SBC natuurlijk gaan doen, die Icon SBC. En dit is wel chill, dat je ze beide in de club kan houden. Ja, wij gaan sowieso die Icon, Base Icon SBC of zo hiervan doen. Want die Team of the Week spelers, waar zijn ze? Ja, die kan je perfect erin flikkeren. Laat even weten jongens wat wij moeten doen. Ik denk dat een Base Icon hier bijna gratis in zit. Insigne, moet hij basis? Of is het een goede supersub? Kanté moet eigenlijk natuurlijk wel basis. Maar ja, we hebben natuurlijk deze twee legends al in het team. Ja, en daar hebben we het hele team omheen gebouwd. Ja goed, ik ga Weiland even bellen. Kijken wat hij ervan zegt. Ik ga even screenshots maken van de packs die we hebben. Ik ga hem even bellen. Kom zo bij je terug. Oké jongens, ik heb even wat screenshots gemaakt voor dat joch. Ik ga ze nu naar hem sturen. Ik stuur eerst even... En ik ga hem eerst even bellen en dan stuur ik hem de screenshots. Hallo, ik kom Weiland. Ja, ben je er klaar voor, jongen? Ik zit echt helemaal klaar. Ja? In je auto. Ja. In je auto zit je er klaar voor. Ja, dus je houdt het scherm vast. Oké. Okay. Laat het maar zien, jongen. Oké, we hadden een ultimate pakket. Nee joh. Ja, een untradable ultimate pakket. We hadden die 85 plus en die 83 plus, hè. Kerel, wat een team bij mij straks, joh. Ja, sowieso. Kijk maar. Ik ga je eerst even de ultimate pakket sturen, ja? Ja. Oké, okay, jongen. Komt-ie. Oh jee. Een inform. Nee joh. Ik zei, ik heb nog nooit zo'n slecht ultimate pakket gezien. Ja, dit is echt ultieme scheid, ja. Dit is gewoon gênant, in onze term. Oh, dit is zo gênant, die. Oké, okay, komt-ie, ja? Komt ja, nu die 5... Nu? De 85 plus. Oh, die is leuk, jongen. Dat is een mooi pakket. Ja, zeker. Kijk maar, jongen. Komt-ie. Ik zie nog niks. Ik zie iets. Oh my god. Oh my lord. Oké, okay, wel Werner. Ja, oké. Okay. Dat zei ik al als een leuke wissel. Nou, voor in ons team. Ja, nee, oké. Okay. We hebben wel Duitsers, hè? We hebben wel Duitsers. Maar hij kost nog maar... Ja, precies. Oké. Okay. Nou, jongen, komt-ie. Het pakket waar het allemaal om gaat, ja? Ja, is het de beste? Ja, dat is de 83 plus met 25 spelers, hè? Ja, dat is... Jezus, Mina. Moet je niet onderschatten. Oké, okay, komt-ie, ja? Ik weet niet of ik dit aan kan, hoor. Nee, ik zal je stuur maar goed vasthouden, jongen. Ja, die heb ik heel goed vast. Oké, okay, komt. Is het een walkout? Het is een walkout. Is het iets ziek? Oh, ik zie je road to the final! Ik zie je Olmo! Olmo! Lekker zeg! Oh, die Olmo! Ja. Oh, man, Bertus, ja, ze zit met kak, hè? Ja. Maar die Insigne is wel vet. Ja, die Insigne is vet en die kan nog groeien dus. Dus dat is sowieso wel leuk om die te bewaren. Ja, moet je wel meer pindakaas eten, denk ik. Die ja. Is 1,55 meter, man. Klopt. Hé, hey, maar wat vind je ervan als je er zo naar kijkt? Ja. Moet ik het wel vinden. Ik bedoel, Insigne, ja. Leuk. Bertus, Olmo ben ik heel blij mee. Ja. Maar is er nog een addertje onder het gras of niet? Ja. De kijkers hebben het al gezien. Ik hoor het aan jouw stem. Maar voordat ik begon, ik had natuurlijk gisteren al die Icon SPC's, of Icon Swaps gedaan. Ik had doelstellingen gedaan. En ik had iets van 20 meldingen bij doelstellingen. Dus ik dacht, nou, voordat ik begon met het opnemen, alles klaar te zetten, dacht, nou, ik klik gewoon even lekker wat pakketjes door, weet je. Van die slechte meukpakketten. Ja, er zat wel iets interessants tussen. Dus die stuur ik nu naar je. Die heb je als het goed is nu. Ja, word jij er vrolijk van? Ja, ik denk dat we het team moeten omgooien, hoor. Echt? Is het zo ziek? Ja, nou nah, ja. Kijken. Ik denk dat je hier blij wel van wordt. Ik ben in het bossen, jongen. Ik zit bij mijn. Ik ben in de buurt. Waar zit je? Zo, ik zie het niet. Zie je het niet? Nee, hij laat niet. Oh, dan moeten we even wachten, jongens. Je moet even zelf op het moment dat we op play klikken. Of dan moet je. Oh ja, ik zie nu. De deur is geopend. Daar gaat hij. Oh, blauwe sprinkels. Nee, hij staat weer op pauze. Ah jongen, dit is jouw KPN-verbinding waar ik bij in de buurt kom volgens mij. Ja, je bent in de buurt van Arnhem natuurlijk, dus dan gaat alles haperen, dan... Oh, Fransman! Is het Kanté? Is het Kanté? Niet! Ja, ik packte net even gewoon Kanté op ons account, ook untradable, hè, dus... Ja, misschien dacht EA, dat is dus het trieste. Ze dachten waarschijnlijk al, we hebben hem net uit een slecht pakketje Kanté al gegeven. Dan geven we hem daarna niks meer. Wij denken helemaal niks. Wij denken niks, jongen. Nee, dat kan ook. Maar oké, we hebben wel Kanté en Werner dan. We hebben Kanté, Werner, Ziyech. We hebben alleen maar middenvelders. We hebben alleen maar untradable middenvelders. Ja, daar, kijk, weet je wat ik dacht? We hebben drie hoge inform 10 of the weeks. We hebben heel veel space in onze clubs. We hebben die...
Navas nog, al de wereld ook nog. We hebben zoveel spelers. Ik dacht, we moeten gewoon weer een base icon SBC doen. Want die kunnen we gewoon gratis weer doen. Van al deze, ja, vooral die drie Team of the Week spaces. Fucking chill voor die SBC's. Jongen, ik geef jou gewoon een vrijbrief om het te doen. Precies. Ik moet het gewoon doen, hè. Ja, doe het maar gewoon, jongen. Ja, jongen. Maar wat vind je ervan uiteindelijk? Ja, die Kanté is wel lekker. Dat is goed voor ons team, jongen. Ja, maar ga je nou echt Dani Olmo uit het team halen voor Kanté, is de vraag. Ja, hij staat nu op de reservebank, zie ik in mijn beeld, maar ja. Oh. Nee, mooi man. Ik ben heel blij. Ja? Ja, mijn dag is geslaagd. Nou, kijk, daar ben ik blij mee, jongen. Mijn dag moet nog beginnen, maar hij is ook al geslaagd. Dus dat is een lekker gevoel. Ja? Ja, ik heb al een halve dag achter de rug voor mijn gevoel. Oké. Okay. Nou, jongen. Hey Weiland, succes nog. Vette, bedankt. Je bent goed bezig, jongen. Ja, precies. Hey, we zien elkaar snel, jongen. Zeker weten, ik spreek je zo. Oké, okay, bye bye. Oké. Ayo. Oké, jongens, dit was Weiland. Nou, dit is ook het einde van de video. Ja, vergeet even deze video te liken. 2000 likes. En help ons naar 50.000 abonnees. En laat even weten of we die Icon SBC moeten doen van al die spelers. Ik denk het wel, hè. Oké, mensen. Ciao, ciao. Bye, bye.